Welkom, meneer De Bruyne, bij onze volgende IronTalk van VLAMEF. Ja, je mag Koenraad zeggen. Koenraad, ja, oké. Koenraad, dank u voor deel te nemen. Ja. Voor eerst zou ik toch eens een keertje willen vragen van ja, wie is Koenraad De Bruyne en hoe komt u terecht bij EMG Tilco? Ja, ik ben ondertussen 59, ik ben ondernemer. Ik ben dat niet heel mijn leven geweest, want ik heb eigenlijk een redelijk stuk van mijn carrière toch ook als personeelslid gewerkt. En dat was dan vooral in de petroleumindustrie. En dan op een bepaald moment, ja, waren alleen nog jobs in het buitenland. Dus dan was het, ik ga zeggen, Dubai, Saudi-Arabië, Ghana. Dus, en dan zeg je van, op een bepaald moment, ik wil terug naar huis. Ja, mijn kinderen worden groter, mijn vrouw zit alleen thuis, dus ik ga terug naar huis. En dan is het, ja, wat ga ik daar doen? En dan denk je, de markt zal op mij staan wachten, maar dat is natuurlijk niet het geval. En dan heb ik een aantal interim jobs gedaan, maar dat vond ik dan ook eigenlijk, ja, er zit eigenlijk weinig continuïteit in. Dus dat zijn altijd, maar je leert wel veel bij. En dan dacht ik van, nu is mijn tijd toch rijp om ook iets zelfs te doen. Want als interim manager was ik al zelfstandig, maar ja, dan had ik zo'n beetje de behoefte aan continuïteit. En dan heb ik gezegd van, ja, ik wil een bedrijfje overnemen. En ja, dan ga je kijken op de markt. En een goed draaiend bedrijf is duur. En daar had ik de centen niet voor. Dus heb ik een minder goed draaiend bedrijf gezocht en gevonden. En voor mij, ja, ik ben dan zo in de metaalsector terechtgekomen. Want uiteindelijk, ja, van metaal was niet direct mijn achtergrond. Ik kende wel veel van financiën, verkoop en dergelijke zaken. Maar metaal niet direct. Maar dan, ja, kijk, ik had hier een bedrijf waar dat dan toch voldoende kennis in huis was. Want het bedrijf zelf, ja, EMG Tilco, heeft eigenlijk al een oorsprong die meer dan 100 jaar is. Dus er zat voldoende kennis in het huis. En ja, dan is het een sprong in het duister, zou ik zeggen. Hè? Ja. En dan ben ik eraan begonnen. Op een moment dat het ook niet echt gemakkelijk gaat in de maakindustrie, moet ik zeggen. In een bedrijf dus dat ja, een aantal jaren niet geïnvesteerd heeft, wat het ook al niet gemakkelijker maakt, met een gemiddeld personeelsbestand dat boven de 50 jaar lag. Dus dat maakt het ook niet evident om iets van verandering door te voeren. Maar ik moet wel zeggen, ik heb daar uiteindelijk een goed team gevonden. En we zijn door een heel moeilijke restructuratie gegaan, maar we staan er toch nog. Dat is goed om te horen. En wat zijn zoal jullie activiteiten? Wel, toen ik hier kwam, was eigenlijk het metaalbewerking in C algemener. En ik ben eigenlijk ontschaamd, omdat ik niet het kapitaal had om alles te doen, ja, een stok van aluminium, staal en dergelijke aan te houden, ben ik me gaan focussen op inox, of RVS, zoals het eigenlijk juist heet, roestvast staal. En we zijn ons daarop gaan focussen en we doen daar eigenlijk vooral plaatbewerking. We maken tafels, we doen eigenlijk heel veel zaken, maar vooral in maatwerk. Dus eigenlijk kleine series, maatwerk, series die terugkomen, maar dan bedoel ik series van 20, 30 stuks, 10 stuks. Ja. Ja, of zelfs 1 stuk als het een machine is waar dat er ja, per jaar misschien 3 stuks van gemaakt worden. Dan is het, ja, zijn 3 stuks op een jaarbasis. Hè. Dus, ja, en wie zijn dan zo jullie klanten? Wel, eigenlijk moet ik ook zeggen, daar hebben we een beetje geluk gehad. In de zin van, we hebben heel wat spin-offs. We zitten in Haag, dus Tildonk. Ja. En dat is dicht bij Leuven. En in Leuven zijn er nogal wat veel initiatieven van mensen die iets opstarten of een nieuw concept hebben. En dus we hebben de 3D-industrie hebben we als klant. We hebben ja, eigenlijk heel veel spin-offs, zou ik zeggen, van de universiteit, die dan geleidelijk aan doorgroeien. En die ja, eerst prototypes ontwikkelen en wij maken dan dikwijls de omkasting van de prototypes. Klinkt heel mooi. Nu bijvoorbeeld het Rega-instituut van de KU Leuven, dat eigenlijk naar het virus zoekt, is ook een klant van ons bijvoorbeeld. Tof, tof. Ja. Je hebt al gesproken over het virus. Hè. We weten allemaal over welk virus natuurlijk. Hoeveel heeft het coronavirus bij jullie bedrijf beïnvloed? We hebben een heel pak invloed gehad. Ik zou kunnen categoriseren in interne en externe invloeden. De interne invloed is natuurlijk, ja, je hebt de regels van de overheid die moet toepassen. Hè? En dan moet je intern gaan zien van hoe gaan we dat toepassen. Nu, wij zitten op een grote oppervlakte. Dus eigenlijk bij ons, laten we zeggen, een laser. We hebben een laser die 4 meter kan snijden, dus dat is al een groot machine. Dus die operator staat eigenlijk ver van de volgende operator. En de volgende operator staat dan aan een plooibank. Die is dan 4 meter breed. Er is tussen de twee plooibanken ook 4 meter. De volgende operator staat weer 4 meter verder. Dus eigenlijk, wat wij ons betrof, eigenlijk een lockdown was niet nodig. Ja. Voor ons, hè? Dus ons bedrijf. Maar je hebt natuurlijk wel gevolgen van zo'n lockdown. En bij ons was vooral ook een van de gevolgen, en we hebben 25 in totaal, we hebben 3 mensen waar dat de echtgenote in de zorg werkt. Dus 2 verpleegster en 1 in de apotheek van een ziekenhuis. Dus dat wil zeggen, ja, die mensen, als die kinderen hebben, ja, dan blijven zij thuis. Ja. Als zij thuis blijven, ja, dat is voor ons natuurlijk ook, want dan gaan wij ook in een soort van lockdown natuurlijk als mensen thuis blijven. Dus dat was, dat wil zeggen, managementgewijs ook moeilijk om te organiseren, omdat er zoveel veranderingen komen. Dus voor ontsmettingsmiddelen en dergelijke hadden wij geen probleem, dat hebben we direct kunnen aanschaffen. Afstandsregels konden wij respecteren. Onze polieders werken al met zo'n scherm zoals we nu veel zien in ziekenhuizen, verplegers, een mondmasker en een scherm. Ja, die werken al zo. Dus handschoenen is bij ons verplicht. Dus ergens, ja, wij zagen eigenlijk zo van, ja, waarom moeten wij eigenlijk ook, is druk zo van, ja, iedereen moet eigenlijk, bijna sluiten. Maar dan hebben wij via onze, de sectoren, hè, metaal en Agoria, hebben we dan gezegd van, ja, wij zijn eigenlijk een essentiële sector, want wij maken eigenlijk voedselmachines, wij zitten in de hygiënesector, Inox. Dus ja, we hebben dan eigenlijk voor onze werknemers allemaal een document gemaakt, waar dat we zeggen van, kijk, zij mogen hun verplaatsen, gewoon werkverkeer. Ja. En dus mochten ze komen werken, alleen konden ze niet allemaal. Dus dat was intern eigenlijk al moeilijk, hè. Maar dan heb je ook de externe invloed, want ja, de meeste van onze klanten zijn mensen die exporteren. En ja, als je dan ziet, we maken ook veel zuiltjes voor metrostations. En dat was een groot project in Barcelona. Nu in Spanje is juist Catalonië de grote COVID-19-regio geweest. Dus wat wil dat zeggen? Ze beslissen daar om dat 6-7 maanden uit te stellen. Ja. Met als gevolg onze klant die daar gaat installeren. Heeft dus zijn zuiltjes nog niet nodig. Die meldt dat ook en zij sluiten. Ja. Maar ja, wij kunnen ook niet meer aanleveren. Wij kunnen ook zelfs, hun magazijn is dicht, dus wij kunnen ook niets meer maken. We hebben wel de bestelling, maar we kunnen... Op papier, ja. Op papier hebben we een bestelling, maar we kunnen niet meer uitleveren. Dus dan wordt het wel moeilijk, want dan zie je opeens je omzet met meer dan 50% dalen. En dan is het van, wat gaan we doen? Hè? Om toch maar... in leven te blijven. Dus we hebben een beetje meer particulieren gedaan, wat we normaal weinig doen. Dat is moeilijk, omdat dat een totaal andere markt is. En dat zijn allemaal mensen met individuele noden. Dus dat vonden we dan niet zo gemakkelijk. Maar dan is er op een bepaald moment ook, scholen gingen terug open. En dan hebben wij wasbakken gemaakt voor een aantal scholen. Kleuterschooltjes, klein, op lage hoogte, lagere scholen, op iets hoger. En dan middelbare scholen nog iets hoger. Hè. Dus, en ik moet zeggen, eigenlijk hebben we daar toch een beetje onze omzet, laten we zeggen, terug boven de 50% kunnen krijgen. Veel meer dan dat is het dan niet geworden, maar we hebben toch erboven kunnen gaan. Ja, ik zag op jullie website ook een ontsmettingszuil staan, die jullie gemaakt hadden. Voilà, dat hebben we dan ook gedaan. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Dan denk je van, ja, wat kunnen we nog doen? Ja, iedereen, iedere winkel, iedere fitness, heeft een ontsmetting nu nodig. Je kan dat mooi aan de muur hangen. Maar eigenlijk heeft niemand daar een plaats, want laten we zeggen, in een winkel moet dat staan vlak bij de ingang. Ja, en dan is het meestal zijn dat schuifdeuren. En als je het voor de ingang duidelijk zichtbaar wilt zetten, ja, dan is een zuiltje aangepast. Eigenlijk. Ja. En dan hebben wij gezegd, we gaan ook daar ons op gooien. We gaan zuiltjes maken. En we hadden een paar lokale ondernemers die er eigenlijk naar ons gevraagd hadden om een zuiltje te maken. En dan hebben we gezegd, van, ja, maar als we dat nu een beetje beter aanpakken, kunnen we daar eigenlijk een mooier concept van maken dan een plaatje met... waar een dispenser op hangt. En dan zijn we eigenlijk ook gaan kijken naar onze dingen. En we moeten zeggen, ja, dat heeft toch ook, dat is ook toegevoegde waarde. We hebben een lokale begrafenisondernemer, die heeft er dan een stuk of 9 afgenomen. Dus dan zie je van toch, we kunnen toch iets doen en ook iets betekenen op dat moment. Maar dat is natuurlijk, dat is geen lange termijn strategie, maar op dit moment is dat wel leuk. Van dat erbij te doen. En het is ook voor ons iets totaal anders, omdat wij hebben in principe, wij zijn toeleverancier en we hebben geen verkoopskanaal. Normaal kennen wij de business-to-business klanten waar we ongeveer kunnen wel een beetje. We gaan daar zelf dus naartoe en dat doe ik overwegend zelf. Maar eigenlijk voor zo'n zuilen moet je een verkoopskanaal hebben. En dan is het ook zoeken van, ja, hoe kan ik dat doen? Vind ik een distributeur? Vind ik dit? Vind ik dat? Waar vind ik een dispenser om erop te hangen? Kan ik die eventueel zelf maken? Want de zuil kan ik natuurlijk zelf maken. En dan begin je natuurlijk te gaan onderzoeken van, wat kan allemaal? Van waar kan ik het krijgen? Maar dan blijkt dat veel van die dingen uit China komen. Hè? En ja, dan moet je gaan zien van waar kan ik het eigenlijk lokaal en hoe kan ik het lokaal. En uiteindelijk, ja, we hebben nog geen zelf een dispenser gemaakt, maar ik neem nu aan, waar we iets sneller aan begonnen, denk ik dat we zelf ook een dispenser hadden gemaakt. Dus niet alleen een zuil, maar een dispenser. En ja, dus, maar dat zijn dus dingen die je verandert. In zo'n tijd ga je kijken naar andere zaken. Wat hebben we ook, ja... andere grote klant van ons zat in Zwitserland, juist aan de Italiaanse grens. Ja, die is heel snel al dichtgegaan. Dat was ook iemand die eigenlijk een product maakt dat ook een spin-off was van de Universiteit van Leuven. En dus ja, maar ja, dat zijn allemaal grote klanten. Dus voor ons is vooral de export die stilgevallen is wel zwaar geweest. Ja, ja, ja. En wat vond je tijdens die periode van de communicatie van VLAMEF en dergelijke? Wel... Ja, natuurlijk, je krijgt heel veel communicatie op een bepaald moment. En dan ga je kijken van welke lees ik en welke lees ik niet. Hè? En dan ga je toch vooral kijken in jouw sector. Hè? Want uiteindelijk, je hebt de pers, je hebt de regeringsmededelingen, je hebt van alles. En dan ga je toch een beetje kijken van wat zit er nu specifiek voor mij of wie zit er voor mijn belangen natuurlijk. Hè? En dan ga je toch naar je eigen organisaties of sectorfederaties gaan kijken. En dan ga je vooral daar de informatie. Ook het Sociaal Secretariaat heb ik ook... relatief veel van gekregen. Maar het is soms moeilijk om uit te filteren wat juist voor jou belangrijk is. He, want uiteindelijk, je vindt veel. En vandaar als je het meer doet via je eigen, ja, laten we zeggen, sectoren, dan gaat het iets vlotter, omdat het daar al meer toegespitst is op van toepassing is. Je kunt niet weten wat het er uiteindelijk in een retailwinkel manier van spreken. Ja. En wat vindt u dat de overheid nog specifiek zou moeten doen voor de situatie in jullie bedrijf te verbeteren? Wel, ik zie dikwijls dat een overheid, dat zijn ook maatregelen. En natuurlijk kijkt iedereen vanuit zijn eigen standpunt. Maar dan zie je op een bepaald moment dat de overheid geeft en neemt, noemen ze dat. Hè? Dus op een bepaald moment geven ze iets, maar dan een paar weken daarna nemen ze het terug. En ik denk bijvoorbeeld, er is daar een geval geweest van meneer Torfs met zijn schoenen. Oké, de schorsing van een opzeg. Pas met tijdelijke werkloosheid liep dat, via corona liep dat door en dan hebben ze daar weer een achterpoortje aan gebouwd. Nu, ik hoef niet direct mensen op te zeggen, ik vind de maatregel tijdelijke werkloosheid eigenlijk een super maatregel, omdat je dan eigenlijk een beetje kan bepalen hoeveel capaciteit je nodig hebt. Anderzijds is het ook zo dat ik vind qua organisatie dat er echt veel meer werk voor ons is als bedrijfsleiders op dat moment, want alles moet georganiseerd worden. Als ik het normaal zeg 2 operatoren heb aan een lasersnijmachine, 3 aan plooibank. Ja, als je er naar huis stuurt, niet iedereen kan hetzelfde. Niet iedereen weet hetzelfde. Je hebt dus heel veel extra werk. En het is niet gemakkelijk. Als iemand moet stempelen, is het voor een volledige dag. Ja. Ja, en dus zie ik een overheid, als ik zeg geeft en neemt. Ja, ze geven dan bijvoorbeeld, ze zeggen, eerst is het zo, maar 3 weken later is het dan weer anders. En dat maakt het heel moeilijk, dus ook de continuïteit van zulke zaken. Nu ook bijvoorbeeld eindjaarspremies hebben ze ook aangekondigd dat die tijdelijke werkloosheid gaat meetellen. Wij hebben wel geen inkomen gehad. Hè? Ja. Dus, en ik begrijp het vanuit een werknemersstandpunt heel goed. En daar zijn veel meer kiezers die werknemers zijn dan dat er werkgevers zijn natuurlijk. Maar ja, ergens... en dan zei ik ook naar een overheid toe. Wij hebben bijvoorbeeld bij mensen die thuis zijn, omdat ze niet konden werken, omdat er geen werk was, ja, die moeten inleveren. Die krijgen 70%. Gelukkig krijgen ze nog die 70%. Maar je hebt ook veel andere mensen aan de overheid die ook thuis gezeten hebben. En die hebben een volledig loon. Of het nu onderwijs is, of belastingsambtenaar, of wat ook. Als die niet kunnen werken, ja, die hebben wel een volledig loon. En dan denk ik, is het ook een beetje de solidariteit van iedereen, want uiteindelijk, iedereen moet deze crisis betalen. Oké, dat is een heel duidelijke boodschap. Dan zou ik je van harte willen bedanken om de tijd vrij te maken. En dan wens ik je natuurlijk nog heel veel geluk. Ik wil nog eens een boodschap geven voor iedereen in de sector, als dat kan. Ja, zeker en vast. En dat is eigenlijk, ik ben als interim manager veel in bedrijven geweest waar het door een crisis wordt gegaan. En een crisis die start, dan heb je dikwijls nog de inkomsten die komen van voor de crisis. Dus dat wil zeggen, ook bij ons, de meeste klanten betalen, laten we zeggen, er is een doorlooptijd van 30 dagen, er is een betalingstermijn van 30 dagen. Dus je hebt 60 dagen dat je geld in de onderneming zit en dan krijg je pas ontvangsten. Wel, in het begin van een coronacrisis komt het geld nog binnen. En dan doet de overheid veel maatregelen. En om dan juist op een stukje terug te komen, ja, je moet eigenlijk voldoende opzij zetten voor als je terug opstart. Want dan moet je terug bij leveranciers gaan aankopen. En dat voel ik ook al, dat leveranciers iets weigerachtiger worden om kredieten te geven. Dus dan begint het, je hebt op dat moment je geld nodig. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, spaart een beetje voor tegen de tijd dat het terug beter gaat, want dan heb je kapitaal nodig. Je hebt meer werkkapitaal nodig als het goed gaat dan als het slecht gaat. Dan gaat het eventjes, komt er nog binnen en geef je weinig uit op dat moment. Voilà, okay. Dat is nog een algemene boodschap. Dankjewel voor de goede raad. Voilà, bedankt, Johan. Bedankt voor het interview. Hè. Prettige dag verder. Dag.